Moeten de Fransen ook aan excuses aanbieden voor de bezetting van Nederland. En de Spanjaarden voor de, voor de oorlog? Ook voor de Tachtigjarige oorlog. Ja. Trouwens ook die klote Italianen die ons in de vorm van het Romeinse Rijk onderdrukt hebben, honderden jaren ja. lang onder de grote rivieren. Het Verlossem, awesome. kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Ik zal eens even een brief voorlezen. Of ik die kan vinden. We krijgen veel brieven, hè? Ja, ik heb begrepen dat er enorm veel reacties zijn. Ja, even die brief erbij. Ik vind het ook altijd zo zonde om het allemaal uit te printen. Ja, hier. Shaak Belen. Ik heb tot nu toe al jullie afleveringen gevolgd. In het begin best interessant en boeiend. Maar de laatste tijd heb ik het idee dat jullie verzanden in eindeloos gewauwel. Telkens worden er mogelijke onderwerpen genoemd voor een uiteenzetting in een aflevering. Maar het komt er nooit van. Heb je het idee dat Maarten achteruit gezakt in de auto wat wauwelt en klaar is, Kees? Jammer, begin weer eens met dat onderwerpen, zegt Sjaak Beelen. Sjaak, je hoeft helemaal niet te luisteren. Hè? Echt waar, we komen je niet straf als je niet luistert. Als je er geen zaak aan vindt, dan zet je het uit. En dan ga je naar een andere podcast luisteren. Er zijn er 3000 of zo. Nog veel er zijn meer. er alleen al 65 genomineerd voor de prijs. Dus Sjaak, de wereld ligt voor je open. Dat wij af en toe niet uitvoeren wat we wellicht aangekondigd hebben, is niet zo verschrikkelijk, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Dat vind ik wel lekker. Sterker nog, er zijn allerlei onderwerpen besproken, maar mijn een of andere reden vindt Jaak die niet zo interessant. Nee. nee. Maar uh, er is geen enkele verplichting. Nee. En je kunt heel veel luisteren, want uh, iedere Nederlander heeft een podcast. Daar komt het wel op neer, ja. Als je ze allemaal zou willen beluisteren, dan heb je er een dagtaak aan. Ja, Ik zag nu Geraldine er nog dan? Dat is waarschijnlijk niet eens mogelijk. Nee, dat kun je niet doen. Nee. Luister je wel eens de andere podcasts? Nooit. Nee, Geraldine Kemper heeft er nu ook een. Ik weet al niet eens wie het is. Dus ja, een, een BN'er van de BNN Vara en ze zit nu bij RTL. Ah, Big Brother doet ze nu. Ook, ook het BN-schap in toenemende, toenemende mate is ongeveer de helft van Nederland is BNR. Want je hoeft je maar één keer je neus op de televisie te laten zien en je bent BN'er geworden. Mooi voorbeeld daarvan is Diederik Gommers, hè? die was ook op, ineens BNR toen hij daar zat. Ja, ik denk dat het in zijn geval ook weer langzaam overgaat. Oh ja, of we moeten COVID weer terugkrijgen natuurlijk, in, in, althans in een in enigszins een spectaculaire vorm. Ja. En nog even over die Podcast awards. die zijn ook gehackt. Heb je dat gehoord? Nee, dat heb ik niet gehoord. Maar zijn er ook dingen die niet gehackt worden? Vast wel, maar uh, dit, dit is in ieder geval ook gehackt. Ik begrijp dat alles hackbaar is. Ja. ja. Ook dat kan maar eerlijk gezegd niet zo verschrikkelijk veel schelen. Ik zou zeggen, ja, er zullen wel geheime zaken zijn die niet gehackt mogen worden. Maar eh, ik, bij deze podcast mogen ze rustig hacken als dat, als dat lollig is dan. Je hoeft het helemaal niet te hacken, want je kunt het zo beluisteren. Ja, maar als je gaat stemmen, wil je natuurlijk wel dat er een echte mensen ja, achter nou, zit. Ja, Ook al die jongen internetstemmingen, dat weten we nou toch langs. wel wat een onbeschrijfelijke flauwekul dat is. Niet waar? De enige internetstemming die ik me herinner was dat Pim Fortuyn de grootste Nederlander ooit was. Nou, dan weet je wel eens een beetje hoe, uit welke hoek de wind waait, zou ik zeggen. Ja. Het iemandadres van de podcast is ook gebruikt voor de stemming op het boek van Baudet hè, bij die NS Publieksprijs. Ja, ook een beetje flauw om dat nou weer te bederven. Maar nogmaals, ik lig er niet wakker van. Ja. Maar laten we voor Sjaak eens een onderwerp erbij pakken: stikstof. Ja, dat is gewoon eh, commentaar op de actualiteit. Maar ik ben bang dat Sjaak dat niet interessant genoeg vindt. Maar is toch een onderwerp? Is een... Ja, misschien moet ik erbij gaan staan dat, dat dat meer overtuigend is. Omdat ik hier achterin schijn te zitten hangen. Maar goed, laten we. Ja, we moeten toch iets over stikstof zeggen. Dat is overigens een, een continuing story, zoals dat zo treffend heet. En, en ook nu weer was het duidelijk dat het kabinet rustig voortprutst. Aangezien ze een nieuwe minister hebben aangetrokken op dit dossier van stikstof? Ja, nou ja, van stikstof van landbouw die direct al vertelde dat nou, die termijnen, dat moesten we allemaal niet zo serieus nemen. En Hoekstra had ook al gezegd, nee, 2030, kom kom. Dat kan best ook 2032 worden. 2040 misschien wel, die zal het zeggen. Nou ja, kortom, het probleem toont zich hier weer eens in zijn volle glorie. Niet waar met een bakje geraniums eronder? Eh, in de zin dat het weer voor ons uitgeschoven wordt. Dat er niets daadkrachtigs gebeurt. Eh, dat we rustig blijven lullen. Dat het allemaal misschien niet zo. Nou, bovendien tegelijkertijd heeft de Raad van State besloten. dat het zoveelste trucje om het probleem te omzeilen, voor ons uit te schuiven, dat dat niet. Tolerabel is. Want het trucje was, het is tijdelijke uitstoot, hè? En dan mag het, zei het ja, kabinet. Precies. Ja, precies. Nou, en voor bouwprojecten. Dan zou het dan eventueel. Nou, dat is dan weer door die man die al die uh, processen aanspant. Uh, die heeft ook hier gewonnen. Dus we ja, moeten het afwachten. Misschien moeten alle bouwprojecten stilgelegd worden. Nogmaals, de overheid heeft dit allemaal aan zichzelf te danken. Het probleem bestaat al lang. En de overheid heeft voortdurend geprobeerd om het. Te negeren, geitenpaatjes, want dat was het woord geloof ik in dit verband. Te verzinnen, het voor zich uit te schuiven, het kan wel dan en dan. Maar ja, ze zijn gedwongen door allerlei overeenkomsten die ze ook zelf gesloten hebben om er iets aan te doen. Ja, als je dan een nieuwe bewindsman hebt die al meteen begint van ja, kom op, jongens, dat moeten we nou weer niet zo serieus nemen allemaal. Ja, dan weet je dus dat we verder door zullen gaan met het voor ons uitschuiven. En dat toont nog eens de machteloosheid van dat kabinet aan. En het creëert een nieuw probleem, want die huizen moeten gebouwd ja, worden. Ik denk wel dat er wel, wel ruzie gemaakt zal zijn in het kabinet. Ik weet niet of die al tot de orde is geroepen, deze meneer. Maar uh, ja, gelukkig klinkt het allemaal niet. Welke meneer bedoel je? Nou, de nieuwe minister van Landbouw. Wat oh, die minister nieuwe, ja. Van, landbouw? van de ChristenUnie, die man, Ja, ja. ja. Ja, van der Wal is natuurlijk de minister van stikstof, die ik net bedoelde, ja, ze die zei... was wel blij. Met het feit dat we het weer uit konden stellen? Nou, dat misschien niet, maar wel dat er nu een duidelijke afspraak is. Ze zei toch, weg met de geitenpaadjes, moeten we allemaal niet meer doen. Oh, dat de Raad van State dat besloten ja, heeft, ja. ja. Nee, ik, ik, nogmaals, ik zou zeggen, begin met aanpakken. Ja. Doe er iets aan. We hebben het 40 jaar laten sloffen. Wat is jouw verwachting eh, dat het nu echt stil blijft liggen weer... omdat ze niet weten welke kant het op moet? Ik heb geen flauw idee. Neem aan dat, dat, dat als de rechter hierover besluit dat hij het stil zal leggen... en zal zeggen ja, het is in strijd met de regels. Maar dat is natuurlijk van de week gebeurd. Ja, voor mij mag het. <laughs> ja. Ja, nogmaals, als je een regering hebt die niet doet wat ze moet doen... dan raak je vroeg of laat in de problemen. En dat is eigenlijk ook weer het verhaal van dit... van de diverse kabinetten van de afgelopen jaren... Dat ze niet doen wat er gedaan moet worden. En met als gevolg dat de problemen die er zijn. steeds groter worden. Mm. Dat is het interessante natuurlijk. Mm. Nou, dan komt Rutte. en je weet hoe we dat hebben we ook besproken. die gooit het probleem over de dus schutting. Ja, dat gaan wij niet oplossen. Dat moeten de, moet de provincies doen. Ja, dat kun, Den Haag heeft daar geen kijk op. We staan niet dicht genoeg. Bij de, bij de, met onze poten in de, in, de, in de verse klei en zo praat natuurlijk. Ik heb geen idee hoe het verder moet. Waarschijnlijk hmm. ja. is wel. Ik denk dat de Remkes een rapport heeft geproduceerd. Laten we zeggen, laten we op basis daarvan er iets aan doen. Ja. Waarschijnlijk is natuurlijk wel dat we dus aan de ene kant die enorme woonopgave hebben. Hè? Dus er moet gebouwd worden. En dat kan dus nu niet, omdat uh, het nee, is stilgelegd. Ja, je voelt al aan je water natuurlijk dat die 900.000 woningen niet voor 2030 gebouwd zullen worden. Nee. Aangezien het kabinet ongetwijfeld ook weer een minister zal hebben, Hugo de Jonge, ja, 2030, dat moeten we niet zo serieus nemen. Het kan ook 2035 worden, wie zal het zeggen. Misschien ook wat minder huizen, we weten het niet precies. Ja, op die manier los je de problemen niet op. Nee. Het kabinet heeft wel gezegd: we komen snel met een plan van aanpak, hoe we het nu gaan doen. Na deze uitspraak, of vast. De rechter. Ja, heel snel. Maar ik zou zeggen dat het plan van aanpak had er natuurlijk al lang en breed moeten liggen. Mm. Ook de woningnood in Nederland is niet een volkomen nieuw gegeven in onze samenleving. Ook dat is iets wat al jaren sleept, natuurlijk. Mm. Gezien de belachelijke prijzen die in Nederland voor woningen betaald worden. Ja. Maar ze bedoelden met name het plan van aanpak nu de, nu de stikstofplannen de, uh, niet gaan. zijn. Ah, nou ja, want ik ben erg benieuwd. Ja. Wat vind je van de excuses trouwens, die het kabinet gaat aanbieden? Voor de slavernij bedoel je? Ja. Ja, daar vind ik, daar ben ik van die kant tegen. Dat ze dat gaan doen? Ja, ik ben al die excuses aanbieden rijden grootst mogelijke flauwekul. Ja, ik, ik ben bereid overal excuses voor aan te bieden. Hè. Ja, het is ook heel vervelend dat dat ja, sowieso Nederland eigenlijk altijd een ongelooflijk lullig klotenlandje is geweest. Altijd gericht op geld verdienen en zo. Het is treurig, hè. En, en ook al die praat natuurlijk over die 17eeuwse e kunst en wetenschappen, allemaal, allemaal achterbakse troep. Nee, dat excuses aanbieden is politiek correcte mode. Iedereen begrijpt dat het onzin is. En wat is er makkelijker dan excuses aan te bieden voor iets wat je zelf helemaal niet gedaan hebt? Er was er 200, wanneer is de slavernij afgeschaft in Nederland, dan ruim 150 jaar geleden, heeft afgespeeld. En dan wordt er 200 miljoen uitgetrokken voor bewustwording, heb ik begrepen. Je begrijpt dat dat, dat allemaal verjubeld wordt, dan alle mogelijke onzin. Ik zou zeggen, trek die 200 miljoen dan uit om wat actiever discriminatie, voor zover aanwezig en, en, uh, en bij de plekken kennen, om daar iets aan te doen. Ja. Bedoel, waar, waar houdt dit toneelstuk op? Nou ja, die, die, dit kabinet... Moeten de Fransen ook aan excuses aanbieden voor de bezetting van Nederland? En de Spanjaarden voor de, voor de oorlog? Ook voor de Tachtigjarige oorlog. Ja. Trouwens ook die klote Italianen die ons in de vorm van het Romeinse Rijk onderdrukt hebben. Honderden jaren ja. lang onder de grote rivier. En de Duitsers moeten dan ook nog die moeten blijven excuses aanbieden? Oh, nou ja, heiden. kijk, die, die kunnen... Die, ook, zou ik, die hebben natuurlijk ook wel herstelbetalingen gedaan, maar... Er kan best nog een paar honderd miljard ge geclaimd worden, toch? Ja, ja, en de Belgen kunnen Kijk, die nog... De, de, over, voor de hele geschiedenis. Ik heb het alles een keer uitgelegd. Tel het bij elkaar op. Excuses en de cancel culture. Het verstand is in de hele wereldgeschiedenis af te schaffen. Gewoon totaal afschaffen. Niet meer over lullen afschaffen. We bieden onze excuses aan voor alles wat er gebeurd is sinds Homo sapiens. In Oost-Afrika is ontstaan en dan beginnen we volledig overnieuw. Ja. Compleet overnieuw. Een andere lezing is dat. Onder men... leiding van, van op universitaire intellectuelen. Bouwen we de geschiedenis opnieuw. Ja. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, het kabinet laat wel zien dat ze het afkeuren. En daarmee geven ze ook een voorbeeldfunctie aan. Alsof ze eerst duidelijk maken dat ze het goedkeuren. Nou, in die tijd wel. Ja, in die tijd. Maar daar gaat geschiedenis nou juist over dat ze in sommige tijden andere dingen dachten dan die wij nu denken. Net zo goed als over honderd jaar mensen hele andere dingen zullen denken dan wij nu denken. Dat is geschiedenis. Dat is, dat is, the past is an other country. Dat heb ik vast al eens eerder geciteerd. Uh, ja, in het verleden dacht men er anders over. Of althans een meerderheid sterker nog. Er is natuurlijk uitgebreid geageerd tegen de slavernij. En tenslotte is er ook een eind aan gemaakt. Het is natuurlijk een andere oh In Amerika is er een burgeroorlog gevoerd. De Engelsen hebben daar natuurlijk een hoop werk aan verzet. Wij waren rijkelijk laat voor zover ik het weet. Maar goed, het is afgeschaft. Maar kun je als overheid een inclusieve samenleving voorstaan en tegelijkertijd niet je excuses aanbieden voor wat er in het verleden is gebeurd? Gaat dat samen? Want de mensen die hier tegen ageren zeggen dat kan niet. Kun je niet zeggen van we zijn voor inclusiviteit en kijk eens wat je als regering in het verleden allemaal gedaan hebt. Ja, ik zou zeggen laten ze een lijst opstellen van alles waar we nu verder actief Stel voor dat mijn vader een moordenaar was geweest. Is die helemaal niet geweest, was hij veel te rustig voor. Maar gesteld dat. Waarom zou ik in godsnaam een excuses aanbieden voor het feit dat mijn vader de buurman vermoord heeft? Ik heb het toch niet gedaan? Sterker nog, ik heb hem ook niet toegejuicht toen hij bezig was om die buurman koud en klein te slaan. Het is kletskoek. Ja, maar... het, is, het is politieke nutteloze. Het is een symboliek die, die nergens op slaat. Hmm. Als je er even over doordenkt, blijf je toch excuses maken voor alles. Voor werkelijk voor alles. Ja, want er zal nu een nieuwe groepering zijn die zeggen, oh Ach, ja, dat zal wel zeker weer iets nieuws zijn. Het is allemaal diep en diep treurig. Het verleden is een baaierd van ellende. Dat weten we toch wel. Ja. En wat help je hiermee? Niks. Geen flikker. Niemand is daarmee geholpen. Maar dat is in de politiek wel zo. Discriminatie, zodat... alles wat ermee samenhangt, is van alle tijden. Het zal ook niet, nooit compleet verdwijnen. Ja. Maar het, het, het is een excuses aanbieden, de cancer culture. Het is allemaal in feite een, een, een getuigenis van een soort van afschuwelijke hypocrisie. Hè? Want het, het, uiteindelijk stoelt het op de gedachte dat wij alles beter weten. Hè? Dat wij dat als wij toen geleefd zouden hebben, dan zouden wij het niet gedaan hebben. Maar het, het, is, het miskent alles wat de geschiedenis ons leert. Hmm. We moeten molen... daar echt ook mee ophouden met die onzin. Maar bestuurders dragen verantwoordelijkheid voor nu, maar ook voor wat er in het verleden is ja, gebeurd. Ja, die bestuurders denken daarop nou, gezeik aan mijn kop. Laten we maar een keer excuses aanbieden. zijn we dan Gala's er ook af. Het is ook altijd zo ingekleed dat je dus uh, geen, uh, geen praktische schulden hoeft te maken. Dat is een bedrag ter beschikking gesteld. Normaal. Laten we dat zo praktisch mogelijk gebruiken voor verbeteringen op dit terrein in de toekomst. Okay. Bewustwording, kom op. We zijn ons daar toch ruimschoots van bewust. Ja. Wat een kletskoek ook weer. Denk je dat dit de invloed is van D66? Want Rut heeft eerder gezegd. Ik heb geen idee. Rutte echt... wilde het eerst niet, hè? Oh, nou ja, misschien omdat hij geschiedenis gestudeerd heeft. en, en nog min of meer toegerust is met gezond verstand. althans op dit punt. Zou kunnen. Maar wat is er dan in zijn hoofd gebeurd dat hij het nu wel doet? Gemakzucht natuurlijk. Op gezuur. Zijn we van het gezuur af? Hebben we dat ook gedaan, hè? Misschien hebben ze al lijsten klaar liggen waar ze verder nog hun excuses voor gaan aanbieden. Ja, ik, ik weet zo wel een paar lollige dingetjes te verzinnen waar we onze excuses voor kunnen aanbieden. Zoals? Nou ja, feitelijk het hele verleden van de Nederlandse Republiek, wat natuurlijk voor geen meter deugt. Als ooit een vuil kapitalistisch klote republiekje geweest is, dan zijn wij het wel. En dat zijn we nu niet meer? Nou ja, de, wij zijn moreel, denk ik, in. Als je het historisch wil beschouwen, niet beter dan we, dan we vroeger waren. De hele historische context is veranderd. En wij denken over allerlei dingen heel anders dan we toen deden. Wat is dan het grootste verschil? Want het bedrijf gaat nog steeds naar het buitenland. We willen, willen overal aan Nou, zijn. ja, Ik denk dat op het punt van zakelijke overwegingen en rendementen, rendementsverlangen het Nederland niet anders draait nu dan het in de 17e eeuw draaide. Maar waar, waar zit dan het verschil? Dat wij natuurlijk niet meer een, met gewelddadige middelen in feite onze handel bedrijven. Denk aan Jan Pieter Seongkun en de Banda-eilanden. En denk sowieso aan ons optreden in Azië. Wat deden we daar dan? Daar gebruikten wij geweld als, het ons, als wij dachten dat we daar iets mee konden bereiken. Zelfs zoveel geweld in het geval van Jan Pieter Seongkun. Dat de heren 17, de leiding, de leiding van de v Verenigde Oost-Indische Compagnie, zei: Ah, meneer Koen, moet dat nou zo? En, en hè, die vonden dat toch, dan ben je toen al een beetje zorgelijk misschien? Ja, dat schrijft Koen, voor zover ik mij herinner, een brief terug. Ja, hallo. Ik ben erop uitgestuurd om het monopolie te stichten. Ik geloof doodmeskaat, daar ging het om, als ik het wel heb. Eh, of kruidnagelen, iets sowieso dergelijks. En ja, daar, dat heb ik er helemaal heel goed van afgebracht. Inderdaad, dat klopt. Niet waar? De bestaande bevolking is opgeruimd. Die had zich namelijk ook in het geniep. Eh, had die handel met de Engelsen gedreven. En eh, nou ja, dat, dat hebben ze geweten. Dat hebben ze niet overleefd. En toen zijn tal van nieuwe mensen daar geïnstalleerd op de banda eilanden. Ik heb ooit wel eens, meen ik, op de televisie gezien. dat de huidige bewoners nog terugverwezen naar. Die, die nieuwe kwekers, zal ik maar zeggen, die de Nederlandse, de Verenigde Oost-Indische Compagnie daar had geïnstalleerd. Dus ja, dat ging niet zachtzinnig toe. Sowieso heb ik wel eens gelezen dat veel Aziaten, die voor het eerst kennis maakten niet waar, met, met de Europese handel en alles wat daarbij hoort, verbaasd waren over de enorme gewelddadigheid van de Europeanen. Je hoeft er maar pap te zeggen, hij werd volledig in elkaar geschoten. De Fasco da Gama die begint er al mee, dat die bevolking van die stad waar hij aanlegt, die bevalt hem niet, of die doen iets wat hij niet, niet. En dan schiet hij gewoon de stad in elkaar. Vergeet niet dat al die Europese schepen in het algemeen zwaar bewapend waren. Het waren een soort van drijvende artilleriepaleizen. Denk aan die plaatjes waar je al die. Al die, die, die ja, niet die ziet waar die venstertjes zitten, waar die kanonnen achter stonden. Mm. Ah ja, dat allemaal. We kunnen excuses, nou dit excuses voor de slavernij, maar excuses natuurlijk voor, voor, voor wat, wat we in Nederlands Indië hebben gedaan, wat we elders in Ceylon, wat hebben we al niet. Nee joh, Ex excuses voor geschiedenis, voor wat in het verleden gebeurd is aanbieden. Waar, waar jij zelf dus niets mee van doen hebt gehad, waarvan je op school al hebt geleerd dat het eigenlijk niet deugde, dat is echt flauwekul. We ja. moeten daar echt mee ophouden. En als je daar psychologisch de nabestaanden mee kan helpen? De nabestaanden zouden zichzelf een stuk beter kunnen helpen door zich niet nu nog slachtoffer te voelen van datgene wat zich in het verleden heeft afgespeeld. En de eventueel de miljoenen die dan nu worden uitgetrokken te gebruiken om. Eventuele achterstelling aan te pakken nu. Het gaat om nu. Ja, maar die mensen zullen zeggen: ja, van Rosmus lekker lullen in die auto, maar dat is ons gevoel. Wij voelen dat zo. Ja, ik heb ook allerlei gevoelens waar niemand rekening mee houdt. Dus ik zou zeggen: dat hebben Alle bevolkingsgroepen hebben wel gevoelens waar niemand rekening mee houdt. En laten we daarmee ophouden. En ze, niet, laten we ophouden met te zeggen dat dat allemaal komt door dingen die weet ik hoe lang geleden gebeurd zijn. En laten we wat er niet in orde is, nu aanpakken. Ja. Je ziet het in Polen bijvoorbeeld ook, waar ze allemaal die standbeelden van de Sovjet-Unie weghalen? Ja, dat is heel begrijpelijk dat ze dat doen. Bovendien is dat heel recent. Ik bedoel dat, uh, als de Polen bang zijn voor de Russen, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dat is toch ook een stukje geschiedenis weghalen? Ja, maar denk je dat, dat de Polen dat uh, prettig zou vinden als Poetin zijn excus niet, dat hij dat gaat doen. Zijn excuut? Nee, daar, ze hebben niks aan excuses. Weet je waar ze wat aan hebben, is dat ze lid van de NATO zijn geworden. Niet waar, waardoor er een, een zekere mate van veiligheid he, ontstaan is. Daarom wilden ook al die Oost-Europese landen onmiddellijk lid worden van de NATO. Excuses, ja. Oh, excuses. Zoveel excuses. He, ook wat wij op die Caribische eilanden hebben uitgesproken, dat zal ook wel niet deugen. Nogmaals, het principiële punt is, je biedt geen excuses aan voor dingen waar je zelf niets mee te maken hebt gehad. Ja, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe wat er in dat kabinet gebeurd is waardoor ze dat nu ineens wel doen. En een half Nogmaals, langs. dat is gewoon gemak, zegt jongens. We kunnen dit gezeur. Dit, dit dat gaat maar door en door en door. Het is een favoriet onderwerp van de media. Mensen die graag willen dat er excuses worden aangeboden... en eventueel zelfs herstelbetalingen worden gedaan... zitten dag en nacht bij de talkshows. Dus weet je wat we doen? We bieden ons excuses aan. En dan krijgen we, misschien krijgen we nog een staatssecretaris van excuses... En die gaan dan historische studies verrichten van waar we eventueel nog meer excuses voor zouden kunnen aanbieden. Misschien kunnen we ook in, in Europees-wijd verband excuses gaan aanbieden, weet ik niet precies. De Engelsen hebben natuurlijk ook nogal wat excuses aan te bieden. Dus misschien kunnen we het in samenwerking met de Engelsen doen. Of de Amerikanen. Ik bedoel sowieso een land wat natuurlijk werkelijk koffers vol met excuses schuldig is aan de rest van de wereld. Ja, en die doen dat uiteraard ook niet. Daar hoor je dat ook nooit over, hè, dat iemand... Nee, nee, dat is op zichzelf al een leuke suggestie. In hoeverre worden er nou elders voortdurend excuses geëist en aangeboden? Dat is wel interessant. Heeft België excuses aangeboden voor die congo troepen? Want dat is ook niet fris, hè. Het is verschrikkelijk wat die Leopold daar gericht heeft. En toen als je nou die prutsers ziet van het twijgelende Belgische koninklijk huid... Nou ja. Kortom, mijn punt is toch denk ik wel duidelijk. Ja. Dat we ons hier voortdurend laten inluizen, omdat we misschien zelf toch vaag soort van schuldgevoelens worden aangepraat. Eh, omdat het ook gemakkelijk is om, om je excuses aan te bieden voor iets waar je toch niks mee te maken hebt. Ja, ik, zit even, ik, ben, ja, ik ben bereid om eh, voor, voor alles excuses aan te bieden. Hoe ja. hoort het misschien bij onze poldercultuur? Ik weet het niet, dat geloof ik niet, eerlijk gezegd. Ja. Dit is gewoon in de mode. En dit is ook gedeeltelijk die... die nou ja, wat je, wat je ziet in, in, in bepaalde geïsoleerde, geïsoleerde... Ik weet niet of je dat zeggen kunt, maar... Eh, dit zijn debatten die in feite de, de werkelijkheid niet erg regaderen, Die voortkomen voor zover ik dat kan nagaan uit, uit, uit allerlei academische discussies... Over dit type van vraagstukken. Ja. Wat is je verder opgevallen? Deze week. Ja. Jijpje, nee, ineens is me verder nog iets opgevallen deze week. Eh, ik kijk natuurlijk altijd naar het Oekraïne-nieuws. Eh, waar, waar let ik nog meer op? Wat is, wat is er in Nederland nog opgevallen? Niet zoveel deze week. Nee. Stikstof. Alleen, stikstof Excuses. en. Excuses. Eh, ja, ik ben beide zaken getuigend van. Ja, van een soort. Klunzigheid, anders kan ik het niet zeggen. Ik vind die excuses klunzig. Ik had het gewoon absoluut geweigerd om dat te doen. Ik had best geld ter beschikking willen stellen om verder de discriminatie te bestrijden als het daarop gaat. Uh, maar, uh, want ik heb al het gevoel dat die 200 miljoen ook aan allerlei nutteloze kletspraat, ja, gespreksgroepen, uh, publicaties waar we niet op zitten te wachten enzovoort, uh, verjubeld zullen worden. En um, verder, uh, ja, stikstof hebben we al behandeld. Nou, er is nog één dingetje wat uh, ook uh, deze week speelde. Dat was uh, de uh, commercial van de Jumbo. De commercial van... Oh, dat was met die arbeiders. Ja. Ja, dat is ook zoiets. Die hele Jumbo-zaak, daar begrijp ik niets van. Hoe dus een miljardair thuis over tonnen aan contante gelden beschikte. Moet je eens op moet je denken hoe, je dat, hoe die man dat opgeslagen moet hebben. Een hele grote kist in de garage. Hoe is het nou toch mogelijk? Hoe is het toch godsmogelijk dat een van onze meest prominente en succesvolle zakenlieden... gepakt wordt met wat waarschijnlijk een soort, soort klein crimineel witwasprojectje is geweest. Dat is toch van een treurigheid. Dat is toch ook... Nou, ik vind ook, ja... Dat die man daarmee gepakt is, dat is toch ongelooflijk werkelijk. Want ze hebben dat bij hem in Brabant, hebben ze dat gevonden, in zijn huis inderdaad. Ja. En ik begrijp dat dit type hoeveelheden met van contanten. dat dat dus vaak met witwassen te maken heeft. We zullen zien hoe, die, hoe, die, hoe dit opgelost wordt. Maar het blijft een raadselachtige zaak natuurlijk. Dat iemand die zo vermogend is. zich inlaat met dit, <laughs> dit kleine broddelwerk, nietwaar? Van een motocrosser uit. een of andere dorp Het is. Nou ja, het is een wonderlijk verhaal in ieder geval. Ja, er worden in ieder geval onderzoek ja, gedaan. Ja, ik moet je zeggen, die, die arbeiders, dat, dat speelt natuurlijk helemaal vanwege dat Qatar en dat verrekte voetbal. Ja. Daar stond de krant natuurlijk vol mee, met of je nou wel of niet naar Qatar mag. Daar heb ik mij reeds uh, vrij gedecideerd over uitgesproken. Het interesseert me echt geen bal. Of je wel, of, er zijn ook mensen die vinden dat je niet mag kijken naar het voetbal, omdat het daar in Qatar zal worden gespeeld. Ja. Ja, ik moet je zeggen, als dat ook, ook hier geldt, als dat zo is, als het, dat het, als het daar zo weersinwekkend is geweest dat je niet meer mag kijken. Waarom mogen we dan wel kijken naar de Olympische Spelen die in Peking werden gehouden? Ook een land van onderdruk als eerste klasse, totalitaire samenleving. Niet waar waar je u tegen zegt. Dan moet je toch alle sportgebeurtenissen die ze voltrekken in landen, nee, niet in Nederland, niet in Denemarken en niet in, misschien kunnen er nog twee verzinnen. En de hele rest dan zeg je, ja jongens, sorry, maar voetballen in Servië, daar gaan wij niet naar kijken. Dat is een land dat deugt voor geen meter werkelijk. Dat is, als je deze dingen toch even in, zijn, in hun logica beziet, dan zie je toch wat een onbeschrijfelijke onzin het is. De koning, die werd ook nog naar gevraagd, hè, of die ging. Ja, die wou er niks over zeggen, dus die nee. is kennelijk van plan om te gaan. Dat was, ja, dat was redelijk stuntelig wat hij deed, want hij, hij zei... Ja, het was een beetje een vaag antwoord. En Maxima stond er ook naast te kijken, van je komt hier niet zo lekker uit. Maar ja, nogmaals, mij kan het niet schelen, laat die vooral gaan. Ja, maar hij wilde dus nog niet zeggen, ik ga niet. Hij wilde uiteraard ook niet zeggen, oh, ik als ga niet. Als, als, als je de besmetting van sport met regimes die niet deugen, als je je daar druk over maakt, dan, 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 dan blijft er niet veel sport over hoor. Nee. Kun je nog een beetje gaan kaatsen in Friesland, maar dat is het dan ook. Ja, en Kano misschien. Nou, Kano weet ik ook niet helemaal zeker hoor. Of schaken. Waarschijnlijk. ja, schaken. Man, de helft van die schakers komt uit Rusland, dus daar wil je niks mee te maken hebben. Oh, dat is ook zo, ja. Trouwens, in de, scha in de schaakwereld heel interessant. Er is een immense ruzie uitgebroken over vals spelen. Die Amerikaanse topschaker die zou vals hebben gespeeld volgens Magnus Carlsen, de, de huidige wereldkampioen. Ik ben enorm benieuwd wat dat op gaat leven. En hebben ze ook verteld wat hij dan gedaan heeft? Nou, het probleem van het, van het schaken is dat de computers tegenwoordig beter kunnen schaken dan mensen. En wat, wat we al een hele vervelende verrassing vonden dat dat zo bleek te zijn. En je herinnert je nog Kasparov en zo, en die weten dat ding ook weer van IBM. En eh, dat betekent dus, als je zo'n wedstrijd speelt op topniveau en je slaagt erin op een, op een geraffineerde wijze. En je, en je laat een computer meeschaken. En, en, en je. Je hebt een systeem uitgedacht wat onmerkbaar de suggesties van de computer kan doorgeven aan de schaker die op zo'n tafeltje, weet je wel, op zijn verhoging zit. Nou ja, dan, dan heb je een kans dat je verdomd veel kunt winnen. Oké, okay, en dat dan is... Het... De computers kunnen in fracties van een seconde miljoenen mogelijke zetten doorrekenen. Oké, okay, en dat is het vermoeden dat dat hier gebeurt? Ja, dat is het vermoeden. Althans, Carlson beweert dat. Ik heb het niet al in detail bestudeerd. Maar ik wil overigens wel nu al reeds mijn excuses voor aanbieden. Dat is heel fijn. Ik heb er verder niets mee te maken, maar toch handig dat er excuses zijn. Ja, vervelend. Maar ik moet er meteen even werk van maken. De mensen die bij schaken betrokken zijn, zullen dat waarderen, denk ik. Ja, ik weet niet hoe dat in de schaakwereld, omdat dat natuurlijk traditioneel een betrekkelijk nette wereld was, zei het, dat die Russen ook niet helemaal te vertrouwen waren, volgens mij. Maar dit is wel een heel interessante ontwikkeling, die nogmaals gerelateerd is aan het feit. Kijk, vroeger zou je dan, uh, wil je beter kunnen schaken dan er zit in de wereldkampioen, moet je een andere wereldkampioen hebben of een andere topschaker of een groep van topschakers. Maar nu heb je voldoende aan een computer die, uh, uh, laten we zeggen, die uh, goed geïnstrueerd is. Kun je schaken? Absoluut niet. Ik had bij mijn schoolvriend Frank, die uh, kon goed schaken. En die hoopte altijd dat ik het ook zou leren. Dus die had mij de zetten uitgelegd en zo. En, maar ik ging voortdurend mat in, in, in zeven zetten of iets zo, zo dergelijks. Of minder nog in twee, ik weet het niet meer. Ik, ik, zodra ik gezet heb, ja, dwalen mijn gedachten rond. En, en want je moet, dat is de hele eier. Je moet geconcentreerd blijven op dat, op dat spel. En dat kan ik dus niet. Of dat kon ik niet, want ik heb het daarna nooit meer geprobeerd. En natuurlijk, ik worstelde natuurlijk ook met problemen dat ik het niet te erg interessant vond. Ik was liever een aardig en interessant boek dan dat ik ging schaken. Ja, het zijn hele zonderlinge hersenexercitie eigenlijk. En je moet vooruitdenken ook? Ja, vooruitdenken. Je moet tientallen zetten vooruitdenken. Dat is wat die computers zo verrekt goed kunnen. Ja. Nee, ik, ik, ik ben in dat opzicht. Ben ik, mijn mijn hersens leiden een dwarallig bestaan. Die. die van het, van het een op het ander, ik heb, dat, dat heb ik overal. Ik bedoel ook als ik, zoals dus ik naar een film kijk, kunnen mijn hersens plotseling afdwalen en associatief iets geks bedenken. Je ziet zwemmende penguins en dan denk je, nee, zwemmen die beesten gek, hè? Hoe, hoe zit dat in elkaar ergonomisch? En waar, waar, dat werd erbij verteld dat ze, ze onder water zwemmen, ze zeggen dat moet heel snel, nee. Ze dus kunnen sneller zwemmen als ze uit het water komen en dan weer in het water. In een soort van, hè, een soort van flow. Op dat een dolfijn en neer. ook heeft. Ja, je ziet dat bij dolfijnen ook wel. Ja, dat is ook zoiets. Dan wordt zoiets vermeld en dan zou je zeggen, nou, leg het eens even uit. Maar dat werd niet gedaan. Zeker voor iemand die nauwelijks kan zwemmen zoals ik is het leuk om even te weten hoe het zit. Wil je niet hè? zwemmen? Nou, ik kan, ik kan voldoende zwemmen om mezelf te redden als ik in het water val. Maar ja, kan ik de vlinderslag? Nee. Dan kan ik de schoolslag? Ja, ik kan de schoolslag. Dat is het. Ik heb het alleen maar geleerd om niet te verzuipen als ik in het water ja, zou op, vallen. Je hoort van veel ouderen toch wel dat ze om toch nog een beetje te bewegen en de gewricht niet ja, te belasten, dat kan ze gaan zwemmen. Vinden, Ja, en dat is heel begrijpelijk natuurlijk omdat ze hun gewicht niet meer voelen. Hmm. Ja, ja, dat is de bekende opwaartse kracht van, van, het, van het gewicht van het verplaatste water. Ja, dus dat is hartstikke lekker. Maar ik heb de pest aan water, dus dan heb je er helemaal niks aan. Maar wat vind je daar erg aan? Afschuwelijk. Dat het water is. Dat ik er vast van overtuigd ben dat wij niet geschapen zijn om te zwemmen. In nood, oké, okay, maar verder niet. Oké, okay, en daarom ga je niet zwemmen? Ik heb er mijn hele leven een hekel aan gehad, dus uh, het, uh, ik leef daarnaar. Dan, dan heb je dus ook geen zwembroek thuis. Nee, ik denk dat mijn laatste zwembroek. Ik heb het er laatst nog over gehad, omdat er naar gevraagd werd. Ik schat dat ik zelf voor het laatst heb gezwommen in 1974. Oké. Okay. En dat bevalt me uitstekend. Ik heb helemaal geen behoefte om, laten we zeggen, een bejaarde geen mystiek te gaan doen in het zwembad of zo. Het hele idee dat je daarheen moet. Dat je je kleren uit moet trekken, dat je een zwembroek aan en moet. En moet je trekken. in zo'n kastje dan doen? Ja, nou, en dan in dat bad moet, waar iedereen natuurlijk zo'n gezellig popi-jopi met, met elkaar communiceert. Ik moet er allemaal niet aan denken, zeg. Daar heb ik helemaal geen behoefte je aan. Je kunt ook individueel zwemmen. Ik ga nog een stap verder, ik kan mijn tijd beter gebruiken dan te gaan zwemmen. Ja. Ik heb natuurlijk zoveel tijd, heb ik niet meer. En we kunnen er even praktisch vanuit gaan dat het, dat drie kwart van mijn leven er wel zo'n beetje op zit. Ja. Nee, als je Sterker nog, dat, genoeg, je dat doen... is al een heel optimistische redenering natuurlijk. Ja, want ja. dat zou betekenen dat ik nog 25 jaar te gaan heb. Dus nou ja, ik hem uit. Dan eindig ik ver boven de 100. Ja, nou, dan kan misschien de dokter zeggen, meneer Van Rossum, u moet wel wat meer bewegen. Want ja, dat, dat kan op... hij best zeggen. En dan zegt meneer Van Rossum, het uh, is fijn dat u het even zegt, maar dat gaat hij niet doen. Nou, <laughs> ja, dat is jammer voor de dokter. Overigens heeft de dokter dat nooit tegen mij gezegd. En nee, je wandelt natuurlijk nog veel. Ja, ja ik, heb ik vind wandelen prettig. En eerlijk gezegd, ik keer weer terug naar het dwarrelige denken. Omdat je op de wandeling zo dwarrelig kunt denken: je krijgt allerlei suggesties van, van, van dingen die je ziet gebeuren. Of mensen die wonderlijk gedrag vertonen. Of struiken die je niet kent. Of bloemen die je verrassen. Het kan van alles en nog wat wezen. En ondertussen werkt die hele associatiemachine van je hersens, die werkt maar lekker door. Terwijl op de fiets ben ik altijd onzeker, want dan moet je enorm op het verkeer letten. De wandelaar hoeft niet op het verkeer te letten. Zei ik het nu wel ongelukkig wijze? Niet waar een paar weken geleden over die losliggende tegel bij gestruikeld. In Duitsland was dat hè? Omdat ik niet oplette. Ja. Oké, okay, dus dan er is deze echt geen gezelschapsspel aan jou besteed. Dammen niet, ook mensen erger je niet. Monopoly. Nee, dan nou moet ik erbij zeggen dat dat ook samenhangt met mijn gevorderde hm. leeftijd. Want ik heb in mijn jonge jaren uh, heel wat gemonopolied. Heel veel. Ik heb flink wat gescrabbeld. Ik heb uh, veel Stratego gespeeld. Idioot spel, maar goed, dat deden we. Uh, nou, en, en natuurlijk in mijn studententijd nog heel veel G21, um, om kleine bedragen. In de orde van kwartjes en dubbeltjes en zo. Om er toch een soort van concreet resultaat van te kunnen, kunnen hebben. Ja. Maar je kunt Blackjack voor... heet dat geloof ik. Hè, als, je, ja. als, je deftig, uh, als je deftig zegt. Maar je kleinkinderen zeggen ook niet. Hé hey, opa zal we eens even een leuk spelletje doen. Nee, nee. nee dat hebben we wel voor uh, zo'n voetbalspel weet je wel. Met, waar je aan van die stangen moet trekken oh, en ja, zo. Oh ja, ja. ja. En, en, en ik moet zeggen dat aanvankelijk, heb, omdat ik ook dat vroeger wel regelmatig heb gespeeld, aanvankelijk wist ik beter dan mijn kleinzoon eh, hoe hij zo'n zo balletje in het doel moest schieten. En maar al heel snel was zijn mate van talent op dit terrein, had zich sterker ontwikkeld dan de mijne en daar ik er meteen mee opgehouden. Oké, okay. oké. Okay. En ja, ik denk, bij al die spelletjes laten we nog even de conclusie trekken. Zonde van mijn tijd! Ik kan mijn tijd beter gebruiken dan aan dit soort van spelletjes te doen. Ja. Maar je ziet heel veel mensen die in het weekend toch dat soort spelletjes doen. Ja, ik weet spelen. dat spelletje uiteindelijk natuurlijk. Het heeft een sociale functie. Dat denk ik tenminste dat dat zeker in een familiekring. in een gezins, in het gezinsleven kan het een rol nou, het spelen. Je kunt het elkaar doen, dat ook. Hoewel natuurlijk, je weet dat er kinderen zijn die absoluut niet tegen hun verlies kunnen. Ik heb ook, ik zal verder geen nou, namen noemen in mijn familie. Maar. Als, die, als de betrokkenen dan verloor bij, bij het spelen. dan gaf hij me toch een lel tegen het speelbord. Dat eh, kon je absoluut niet tegen. Maar goed, eh, ja, het is zonde van je tijd. En ik denk dat, ja. Ik wil nou helemaal niet kwetsend uit de bocht komen. maar natuurlijk heel veel spelletjes. televisie kijken, puzzelen. Is ook zo wat. Hè. Je ziet toch wel eens bij mensen zo'n puzzel liggen in statu nascendi. Waarbij ze dan het kader hebben ze al, hè, want dat zijn alle stukjes met een recht, een recht stukje eraan. En <laughs> dan hebben ze zo'n verschrikkelijk moeilijke puzzel. Twee zeilschepen tegen een, 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 een wilde, wilde windlucht. Eh, dat is allemaal, ja, vind ik allemaal een getuigenis van verveling. De wereld is zo onbeschrijfelijk fascinerend dat je je daar dan niet mee bezig houdt. Dat je dan gaat zitten puzzelen over twee, een puzzel van duizend stukjes. Van weet ik wat voor gekke gebeurtenis. Als je een puzzel maakt met woorden die vaak in de krant staat. Dat schijnt het wel goed te zijn voor je uh, mind, voor je hersenen. Ja, ook dat interesseert me eigenlijk geen bal, moet ik je zeggen. Al dat idee van. Ik ga mijn hersenen oefenen. Ik vind dat ik mijn hersenen al ruim voldoende oefen, eerlijk gezegd. Ik schrijf en ik lees. Dus, dus wat moet je wat kunnen beter doen dan dat? Ja, je hoeft niet naar de Max-geheugentrainer te kijken. <laughs> nee, ik kijk nooit naar de Max-geheugentrainer. Ik heb wel eens een flits gezien. Maar daar kijk ik eerlijk gezegd, sowieso kijk ik weinig TV. Dat is bekend. Zo weinig mogelijk. Dat is bekend. Maar nog even over Jumbo. Natuurlijk dat ze die commercial niet hebben afgekeurd vooraf. Daar was natuurlijk de ophef over. Van ja, je kunt toch niet zo'n commercial met van die mensen die op zo'n stijgen lopen. En met oranje kleding aan. Kun je toch niet uitzenden als je weet wat er in Qatar gebeurt? Ja, ja waarom? Ik weet, niet of het, of, ik weet niet of er in Nederland misstanden zijn in de bouw. Waarschijnlijk wel. Ja, concentreer je daar dan op. Ik heb geen idee. Kijk, de meeste van die reclame is zo verkopen geschrift dat, dat, dat als je het daarover op gaat vinden. Oké, okay, nou we gaan de volgende keer weer door. Met een nieuw onderwerp heb je al iets leuks bedacht? Nee, ik ga het niet zeggen. Ik heb al zeker ik heb allerlei leuke dingen bedacht, met name de geschiedenis van Andorra, maar niet heus maar. Ja, want als ik het zeg, dan, dan word ik op mijn nummer gezet als ik het eh, om een of andere reden in de loop van de week er niet toe kom om er nog eens even iets over te lezen. Dus ik ga dat niet doen. <laughs> Lieve luisteraars, het wordt een verrassing. Het wordt een verrassing. Dat is veel leuker dan wanneer ik het nu aankondig en dan door omstandigheden dit kan realiseren in de loop van de week. Leuk, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik ook. Het wordt een verrassing. Ali Nicknam wil alleen de allerbeste en neemt geen genoegen met de middelmaat. Het enige wat bij Bunk telt is if you get your shit done. Zijn verhaal hoor je in Sea level De link vind je in de show notes. The time for empty talk is over. De midterms in Amerika komen eraan. U weet, er gaan in de Amerikaanse verkiezingen gaan, miljarden en nog eens miljarden... Rond. We will make America great again. Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met het luisterboek van Maarten van Rossum. Dus stel je voor, u bent de minderheid. U heeft 40 senatoren, dat is eigenlijk een vrij forse minderheid. Dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster. Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving. Dus dan lees je voor uit de Bijbel. Er zijn lui die enorme kookboeken hebben voorgelezen.